De voorbereidingen zijn in volle gang. Iedereen is er druk mee om vanaf 16 december weer te genieten van Beuningen on Ice. Het tweejaarlijkse ijsfestijn in Beuningen is er bijna klaar voor. Deze week werd de tent alweer opgebouwd op het terrein naast de bioscoop in het dorp. De baan is dagelijks vanaf 10 uur geopend. Beuningen on Ice duurt tot 7 januari, de dag van het traditionele smeltfeest. RN7 Radio zendt alle werkdagen van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds uit vanaf Beuningen on Ice. Pathé Nijmegen, dat wordt de nieuwe naam van de Cinemac bioscoop in Lent. Op de gevel van het complex zal in de loop van 2018 het bekende logo van het Franse concern worden bevestigd. Cinemac behoort al sinds 2014 tot de Pathé groep, maar behield tot op heden de eigen naam. Directeur Dertje Meijer van Pathé kondigde de naamswijziging van de Cinemac bioscoop al eerder aan in het Financieel Dagblad. Geen kerstmarkten op de Grote Markt, Koningsplein en Plein 44. Geen reuzenrad of ander vertier. Het wordt een stille kerst in de Nijmeegse binnenstad. De twee evenementenorganisaties die vorig jaar zorgden voor de kerstmarkten op de Grote Markt, Plein 44 en het Koningsplein, zijn dit jaar afgehaakt. Afgelopen 3 jaar was er in Nijmegen een kerstmarkt. En nog langer geleden had de stad een schaatsbaan op respectievelijk de Grote Markt in het Valkhofpark en op de Marienburg. Dit jaar niks van dat alles.